Bij de vliegramp in Oekraïne zijn 3 stadjes om het leven gekomen. Het gaat om de 21-jarige Eline Franks, een communicatiestudente aan de Hanze Hogeschool. Zij groeide op in Haren, maar woonde sinds een jaar in de stad. Ook de 20-jarige Emma Essers is een van de slachtoffers. Zij was eerstejaars student geneeskunde aan de Rijksuniversiteit en lid van de studentenvereniging Vindicat. Het derde Groningse slachtoffer is Hielkje Raap. Zij was medewerkster van het Alpha College. De gemeente Groningen heeft in het informatiecentrum aan de Kreupelstraat inmiddels een condoleanceregister geopend.